Binnenkort zal er bij dit opleidingsinstituut in Rotterdam-Noord een streep gehaald worden door de naam universiteit. Nou, ze zijn helemaal geen universiteit. En er wordt die wet die gaat eigenlijk de wildgroei aan universiteitennamen, hogescholennamen, allerlei diploma's die worden uitgegeven. Die wildgroei wil ze tegengaan. Die wet die wordt behandeld. En dit is er één van. De Islamitische Universiteit telt 300 studenten en die kunnen een opleiding tot imam of geestelijk verzorger volgen. De rector veroorzaakte in het verleden ophef met omstreden uitspraken over Turkse minderheden en homoseksuelen. De minister heeft al wel in het verleden geprobeerd de universiteit aan te pakken vanwege die omstreden uitspraken. Dat is niet gelukt. Nee. Is dit dan nu het instrument om de universiteit wel aan te pakken? Ja, dat is ook terdege zoals de minister dat ziet. Die normen en waarden waar je over spreekt, dat gaat over antidiscriminatie, gelijkwaardigheid van mensen, vrijheid van meningsuiting. Nou, dat soort zaken, dat zijn onze uitgangspunten. Daar moet je aan voldoen. Ja, en dit is de manier om daar ook deze instelling op aan te kunnen spreken. De nieuwe wet betekent dus niet alleen dat je de naam universiteit alleen mag dragen als je voldoet aan een aantal onderwijskwaliteiten, maar ook moeten universiteitsbestuurders hun toon matigen. De Islamitische Universiteit was vandaag niet in de gelegenheid om te reageren. Even verderop in Rotterdam-Noord zit de Islamic University of Europe. Ook hier heeft de nieuwe wet gevolgen. Daar moet je wel even over nadenken van hoe het er dan in de praktijk uit gaat zien. Maar uiteraard, als het er doorheen gaat, dan zullen we daar ons aan aanpassen.